Gaat hij, Jan? Ja. Nou, even ben je weer thuis. Nou, dan gaan we maar even kijken dan, hè, al die vliegtuigen. De Concorde is open, de Britannia is open. Ja. Nou, mooi. Jongens, dan kom ik bij me filmen, man. We zitten met die van jou wel op tafel, hoor. Hoe zit het, jongens, in de cockpit? Gaan we weg. Ja. Ziek, benauwd, klaar. Are you the pilot? No fair. Wouldn't mind. Verdeerd. En dat alles getest was, dan konden ze die bak uit terug en dan konden ze weer op hoogte. Engine inlet. All temp. Het zal ook wel eens bekend voorkomt, hè? Nou, dat zeg je wel. Nou, hier, daar sta ik mijn kop in de ding aan. Dat schiet er gewoon niet zo. Dat is ook niet echt. Kijk, maar je zou bijna allemaal problemen krijgen. Zeg erop. De stoeltjes op zich zijn nogal redelijk. Ja, maar het is niet echt groot, hè? Met al die mensen. Nee hoor, hij is normaal open. Want dan krijg ik niet beneden terug. Nee jongens, nou, leg eens opzij. Ja, wat zeg jij nou? Is hij niet open? Nee, maar de vorige keer wel. Ik kom niet eens meer uit, joh. Zie ik jullie wel. Jawel. Hier hebben ze die toepassing al even gezet. Ja, hier staat die filterwit. De Vikers Vikount. Nou, dat is de U2, meer, waar die Kerry Oppelakei mee naar beneden gezouden midden is, boven de Sovjet-Unie.
zijn de motoren van de Lancaster. This is the Incredible Falcon. Maar deze die komt uit de Spirit of St. Louis, althans vanzelf. A10. Your arms away from the doors and remain seated at all times. For your security, there are safety rails in front of you and an emergency stop button above your head. Hold on tight. You're in for a truly moving experience. In the shop. Ja, die Catalina, jongens. Ja, dat is Catalina. Ja. Die hebben wij in Nederland ook een paar keer zien vliegen, deze. Ja. Tessel stond die. Die was geweest. Dat is een rare boel, hè? De Catalina, jongens, aan de binnenkant. Ja, dat is toch uniek, hè? Die is nog een leven hier geweest. Nee, ik ook niet. Ging, hè? Het is fantastisch, jongens. Moet je hier eens kijken, hoor. Er zit een raad zitten tussen die vliegen. Ja, hier ook. Helemaal een ieder. Als je hier zou zitten. Ja, als je hierin zit, dan kan je nog. Kijk, kijk, wel leuk. Dit zit met een. Dit gaat zo draaiend open, zie je? Zo, ja, met die. Ja. Zie, dat gaat, kan je zo open doen. Spitfire, maar je ziet hoe heel dun die vleugeltjes zijn, hè? Recht fijn. Het water, het IJsselmeer in het water gedaan. Hier een kanaal. Hier ligt er vol met onderdelen die ze weer in elkaar gaan bouwen. Ja, mooi zien. Daar ook. Dat was een cockpit. Ik denk dat het nog mooi wordt.
begrijp niet. Alle onderdelen, moet je kijken wat die loos is, hoe ze dat maken. Hoe netjes allemaal. Thunderbolts. Nee, men heeft veel sterkere materialen op dit moment. De Jonker 52. Tante Jonker. Daar staat die jongens daar, die Mrs. Smit. Nou hier, nu heb ik 1000 km/u. Ja. Ja, hij ging te hard, hij ging te snel, hè? Hij ging te hard gewoon. En dat onderstel werd afgeworpen na de take-off. Ja. Nou, hoe vind je het? Schitterend. Mooi, hè, die B17. Het is weer veranderd volgens mij met de vorige keer. Maar toen denk ik dat er een hoop op de lucht waren. Want toen deed er een hoop vliegen. Heffeland. Maar wat weet ik nou zo 1, 2, 3 nog niet. Dit is de Seahawk. Een anti-duikbootbak.
contra-rotating prop. Een heel apart ontwerp dit vliegtuig, zie je dat? Dat begrijp jij zeker allemaal wel, Rob, want die er allemaal loos is zeker. Dit gaat heel erg aan stuk volgens mij. Ja, dat dacht ik. Maar jij weet er zeker wel alles. Ik weet er ontzettend veel van. Nee, dit is een gek vliegtuig, moet je dat vleugeltje zien hier achteraan? Zie je dat verticale stabilootje? Is dat meer een U-boot? Ja, dat helikoptertje zat aan die kabel. Die kon 27 kilometer bij de U-boot vandaan. Dat was dus volgens mij een torpedo, ja, staat het ook. Een Japanese torpedo. 52 meter kabel zat hij aan vast. Ja, dus die blijft vanzelf in de lucht. Weet je hoe lachen? Achter een speedboot dan, met een auto hier. Ja, dat hebben we vorige keer deze zeeboot gezien. Maar toen was het niet het ding, hoor. Ja, een beetje langzamer. Het is gewoon hier een kwestie van een hoogteroer in de richting zoeken. Kijk jij eens wat je beweegt, Ivan. Mag je er nou wel aankomen? Geen beweging in te krijgen. Dan gaat het wagentje wel of Kees de koeien moet, jongens. De B52. Dat is de Mystère, die lijkt wel op de Thunderjet. En wat hebben we daar? Hier. Yeah. En daar, wat is dat? Dat is een Beach Bonanza, hey. Shackleton is dit. Niet gering hoor. Dit is de beruchte B-52. Die hebben ze ook nog gebruikt in de Golfoorlog. Concorde. Deze, de TSR is dit. Ja, dit is een kruising Concorde Starfighter, die wou je van zeggen. Een TSR. Concorde voor de kleine. En ook weer, tijdens de ontwikkeling is deze gestaakt in 1965. Lanceerbasis V1. Ja, dit was gewoon een kwestie van. Dit was tot de V2 of de V1, wat was het nou? Rob? Was het dat de V2 of de V1? Nou, we komen er net achter dat dit dus de Pulse-jet is. Die dus niet echt een raketprincipe had. Hè? Hier zien we ook bijvoorbeeld het boezietje.
Manneke? Phantom. Dat is van de B52 achteraan, dat is ook nog wat. Jezus, zo gaat. Nou, dan gaan we maar weer de sky in, jongens.